Hey, welkom terug bij Zen with Debbie. Mijn naam is Debbie en vandaag begeleid ik jullie doorheen een korte yoga flow voor de side body. Dat wil zeggen dat we iets meer liefde gaan geven aan de zijkant van ons bovenlichaam. Een plaats waar we eigenlijk ook veel spanning ophouden en die gelinkt is aan rugpijn. Dus als je lage rugklachten ervaart, kan dat heel deugd doen van in de side body te stretchen. Dus, als dat iets voor jou is of als je gewoon zin hebt om je bovenlichaam wat extra liefde te geven, rol dan jouw matje uit en dan zie ik jou zo dadelijk om te beginnen aan onze yoga practice. Oké. Eerst en vooral mag je de oogjes sluiten en begin met een paar rustige ademhalingen in te lassen, zodat je lichaam eventjes tot rust kan komen, de geest eventjes kalmeert en je jezelf een moment geeft om te landen bovenop je matje. Verbind daarbij dieper met het lichaam zelf en meer bepaald met het bovenlichaam. Hoe voelt het bovenlichaam aan op dit moment en waar kan je misschien wat extra liefde gebruiken? Adem dan rustig in en adem uit. Laat toe dat je bovenlichaam begint los te laten van spanningen. Iets meer zachtheid verwelkomt. Neem nog 2 diepe ademhalingen. En dan gaan we de oogjes langzaam openen en beginnen we aan onze yoga practice. Je mag de handen ofwel aan de knieën plaatsen, je kan ze ook voor je brengen zo dadelijk. En we gaan een beetje uit ons comfortzone stappen, want we gaan iets doen dat halve stir the pot noemt. What? Dat ga je zo dadelijk zien. Oké. Beweeg jouw bovenlichaam mee naar je rechterknie toe. En dan maak je zo'n halve cirkel naar je linkerknie. En je kan zo wat meeleunen naar links. Je komt dan terug mee naar rechts en leun mee naar rechts. Zodat je een side body stretch ervaart van de ene naar de andere kant. Rustig in. En langzaam uit. En dat is gewoon zodat we ons bovenlichaam een beetje klaarstomen voor dieper te stretchen. En nog eentje aan elke kant. Heel goed. En dan kom je voorzichtig terug naar het midden toe en laat je bovenlichaam neutraal komen. Breng je rechterhand naast je tegen de mat en adem in, linkerarm komt omhoog, zodat je kan meeleunen in je side bent. Buig gerust wat dieper in je rechter elleboog of breng je onderarm in de mat. Maar zorg dat je linker zitbotje blijft zitten. Hier kan je aanhouden of voeg je bind toe door je arm aan je onderrug te plaatsen in je linkerarm en de schouder rolt open naar achter. Dit laat toe van je bovenlichaam mooi te openen in plaats van zo naar beneden toe te beginnen rollen. Ondertussen hebben we die side body stretch. En dan gaan we inademen, lift een klein beetje uit je houding. Kijk naar je rechterknie toe en adem in, linkerarm cirkelt op. Beweeg het mee naar rechts toe. En je rechterhand komt ook mee naar de buitenkant van je matje. Laat je hoofdje hangen, misschien kom je helemaal mee tot aan je rechterknie. En rol die linkerschouder naar beneden toe. Zo gaan we iets meer in de onderrug links van het bovenlichaam. Lift je hoofdje en adem uit. Breng de handen 1 per 1 naar je toe. Keer terug naar je neutrale houding. En dan breng je linkerhand naast je cirkel. Je rechterarm op en adem uit voor je side body stretch naar links. Houd hier aan of breng je rechterarm aan je onderrug. En rol de schouder verder open naar achter toe. Cirkel je rechterarm omhoog. Kijk mee naar je linkerknie en adem in. Lift een beetje uit de houding, zodat beide handen aan de linkerbuitenkant van je matje komen. En adem uit. Misschien ga je dieper in de houding. Rol je rechterschouder naar beneden toe. En breng de aandacht nu mee naar de onderkant rechts in je rug. Of beter gezegd, breng je aandacht mee naar de rechterkant van je onderrug. Makes more sense.
Lift het hoofdje, breng de handen één per één naar je toe. En keer terug naar een neutrale houding. Misschien boog je in een gentle sway aan toe. Adem in, cirkel de armen naar boven toe. En adem uit, twist open naar rechts toe. Linkerhand komt aan je rechterknie. Rechterhand staat achter je en rol je schouder open. Rustig in. En langzaam uit. En kom terug mee naar voren toe. Adem in, cirkel de armen op. En adem uit, twist nu naar links toe. Rechterhand komt nu aan je linkerknie. En draai je linkerschouder open naar rechts toe. Kom mee uit je houding, adem in. En we gaan meekomen naar een buikliggende houding. Je mag je verplaatsen op handen en knieën om te beginnen. En dan wandel je de handen verder naar voren toe. Leun het lichaam en adem uit. Kom neer op je buik. Begin eerst in je gewone sphinxhouding. Je onderarmen glijden mee naar voren. Rol je schouders open naar achter. Oké. We gaan ons linker onderarm voor ons leggen. De rechterhand gebruiken we als afduwsel, of ik weet niet hoe je het moet zeggen. Oké, dus plaats je rechterhand rechts van je tegen de mat. En rol over de linkerkant van je lichaam. Plooi beide voetjes, leg de benen op elkaar. En dan kan je van hier aanhouden door je hand iets meer voor je te plaatsen. Je bovenste hand om je stabiel te houden in de mat. Je hebt je side body stretch aan de linkerkant van het lichaam. Als je voelt dat je dieper wilt gaan, breng je linkerhand iets meer naar de voorkant van de mat. En begin je arm uit te strekken. Laat je oor en schouders samenkomen. Voor deze houding mag dat. En dan hebben we een diepere side body stretch in deze side sphinx pose. Kom voorzichtig uit je houding. En dan gaan we meekomen naar de andere kant. Breng jezelf terug op je buik. Rechter onderarm komt voor je. En dan ga je overrollen naar de rechterkant van je lichaam. Voetjes plooien. Gebruik je linkerhand als support. En dan kan je je rechterhand mee naar de voorkant van de mat brengen. Misschien je arm uitstrekken om dieper in je side sphinx te gaan. Laat je oor en schouder maar samenkomen hier. That's okay. Laat je onderarm tegen de mat komen en rol terug op je buik voor Sphinx. Adem uit, kom helemaal neer voor tabletop. Lift van hieruit je heupjes en we komen in downward dog. Lift de heupjes naar boven. Je kan ter plaatse trappelen, rustig één been per keer plooien. En breng de voetjes aan de breedte van de mat. Stap ze misschien iets dichter naar binnen toe. En dan gaan we een twist toevoegen. Je linkerhand komt mee naar je rechterbeen. En je kan ergens boven aan je knie komen, je onderbeen of je enkel. En adem uit, twist mee naar de rechterkant. Als dat niet gaat, dan kan je meekomen op de knieën. En kan je je thread the needle stretch toevoegen door je rechterhand in de mat te houden. En je linkerarm onder je rechterarm door te sliden. Dus als je nog in die twist bent, misschien kijk je graag mee onder je rechter elleboog naar boven toe in je down dog twist. En we gaan wisselen. Arm uit, kom terug mee naar voren toe. Je kan altijd de knieën in de mat brengen voor je optie. Rechterarm komt dan onder je linker door. Of breng je rechterhand naar je linkerbeen. En arm uit voor je twist. Kijk misschien onder je linkerschouder mee door. En kom voorzichtig neer, tabletop, adem uit. Je kan wegzakken over je hielen als dat niet goed voelt. Breng jezelf in een andere zittende houding. We gaan uitademen, leun mee naar je side, bent rechts, linkerarm valt over. En adem in, lift, adem uit, kom mee naar de andere kant. Adem in, en uit. Adem in, en uit.
Je kan hiermee verder gaan of je brengt je rechterhand achter je tegen de mat en adem uit licht op in je variatie van Camel Pose. Ademing, kom langzaam neer. Linkerhand komt in de mat en adem uit, lift je rechterarm voor die variatie van Camel. En adem in. Adem uit, kom terug rechts. En adem in, links. Adem uit. Adem in, nog eentje aan elke kant. Adem uit. En laatste keer links, lift. En kom terug mee naar beneden toe. Breng de knieën aan de breedte van de mat, dikke tenen vallen samen. En we zakken weg in Child's Pose. Creëer lengte vanuit de heupen en armen. Kom mee naar beneden toe. Je kan hier aanhouden of kom op je rechtervingertoppen. Lift je hoofd en arm uit. Breng je linkerarm onder je rechter door voor een variatie van Thread the Needle. Houd hier aan of breng je rechterarm misschien aan je onderrug. Je hand kan ook dichter in de mat staan, dichter bij je hoofdje of misschien vooraan in de mat. Laat je armen omhoog komen, arm in. En arm uit, rechterhand komt in de mat. Switch, linkervingers komen vooraan in de mat. En thread it through, rechterarm komt onder je linker door. En misschien voeg je je bind toe. Breng je arm aan je onderrug. Laat voorzichtig je linkerarm omhoog komen en arm uit. Keer terug naar Child's Pose. Laat jezelf eventjes wegzakken hier. En kom je uit je houding, tabletop arm uit. En je kan hier inbeelden dat je een staartje hebt. Wiebel de heupjes mee van links naar rechts toe. En kom weer naar een zittende houding. Laat van hieruit je rechteroor naar je schouder toe vallen. En misschien strek je daarbij je linkerarm uit. Vingers komen naast je tegen de mat. Rol je schouder naar beneden toe. Breng de kin mee naar de borst toe gerold en rol door naar je linkerschouder. Rechterarm strekt nu uit. Breng de vingers naast je tegen de mat en rol je schouder naar beneden toe. Je kan je linkerhand gewoon laten rusten naast je of bovenop je lichaam. En rol de kin mee naar de borst toe. Lift het hoofd. En sluit de oogjes heel eventjes, laat de handen rusten waar het voor jou goed voelt. En ontspan de schouders bij je uitademing. Breng de aandacht eventjes naar je bovenlichaam en observeer of er iets veranderd is. Misschien ervaar je ergens verlichting of meer zachtheid. Misschien voel je je iets beter dan toen je daar net je matchen uitrolde. Mentaal, fysiek, emotioneel. Observeer de shifts die plaatsvonden. En breng dan de handen voor elkaar of naar elkaar voor je hart in Anjali Mudra. Buig het hoofd mee naar je handen toe. En stuur dankbaarheid uit naar jezelf toe om vandaag op te dagen en daarbij voor jezelf te kiezen. Jouw welzijn en ook jouw zelfzorg op de eerste plaats te zetten vandaag. Wanneer je klaar bent om af te sluiten, buig je dieper door naar je lieve zelf toe. En kom je terug uit je houding, zodat ik jou kan bedanken om samen met mij de yogamat uit te rollen vandaag. Ik hoop dat het deugd gedaan heeft, dat het een goed zelfzorgmomentje in jouw dag mocht zijn. Maak er verder nog een mooie rest van de dag van. Zorg goed voor je lieve zelf en deel jouw smile met een medemens. Namaste.
En nu je hier nog bent, zou ik het zeer fijn vinden als je zou abonneren op mijn kanaal. Je kan deze video ook een thumbs up geven en misschien zelfs delen met jouw vrienden, zodat ook zij kunnen genieten van gratis yoga op het internet. Als je zelf suggesties hebt voor toekomstige video's, mag je mij altijd een comment achterlaten hieronder of je kan mij zelfs sturen op Instagram of zo. Dus voilà. Dankjewel en graag tot een volgende keer. Namaste.